Dit was de Dusty. Ja, gaat weer een leuke warming. Kookblog van mij. Vandaag ga ik eindelijk tosties maken. Dus ik heb hier al twee broden aan. Met je is hier. Dus dat ga ik in de koekenpan doen. In de koekenpan, want ik heb geen tosti eigenlijk. Ga het in de koekenpan doen. Dus ik ga nu de tosti maken. Dus ja, ik hoop dat het wel gaat lukken. Ik denk dat het wel gaat lukken. Dus dit zijn de twee boterhammen. Ik doe dan de kaas op en boter. En wat krui. Wat peper of zo. Wat. Maar ik maak even een simpele tosti. Maar in de toekomst kan ik wel wat recepten maken. Maar dit is gewoon even een tosti die ik even ga maken. Wel zin in. Ik heb zin in de tosti te maken. Dus ga er even dat brood op smeren. Die komt van overal. Dus, ja, lekker een tosti maken. Ik niet van tosti's, maar wijn. Met twee kaas, plakken kaas. Erop en zo. Zo. Ene kant zo, bovenop. Ene kant op. Pak boter. Ik heb het niet laten zien. Ik heb niet, de camera niet goed staan, maar fijn. Ik heb er dus, kijk. Ik heb er wat kaas op, boter en wat peper. Ik heb de camera niet goed aan het leven staan. Zomaar, dat wil eigenlijk haast niet. Dus dat wil ik niet. Met andere boter eens smeren. Dus ga ik hier in deze. Doe je wat anders. Doe niet olie in, maar doe je wel bijvoorbeeld boter in. Kan ook wel even. Dus. De tosti. Ja, gaat weer een leuke worden. Ik hoop dat het lukt, jongens. Ik hoop dat het lukt. Het gaat even lekker opwarmen hier, hè? Dat is even tosti. Even een speciaal voor Simon en van jullie natuurlijk even. Toch even gemaakt. Ik hoop dat het gaat goed lukken, Simon. Ik hoop dat het gaat lukken. Goed gaat lukken, ja. Dus, leggen zo de tosti erin. Ik hoop dat het wat lekker wordt. 3, 4, 5 minuten. Ik zal er even de papier bij pakken. Ik heb toch even op internet ook verzocht hoe het voor wat. Dus. Vijf minuten. Ik zal gewoon in de telefoon bij pakken voor de tijd. Dus, ga je wel 5 uur omgooien. Dus. Zo. Wat hebben we wat, jongens? Het is tosti, dus lekker in tosti hier. Dus even leuk. Oh, hier een appje van mijn maat. Ik ook alleen met YouTube. Ja, dat kan ook. Kan ook. Dus tosti maken, een lekkere tosti. En ik heb even de mobiel even in de hand. Dus, lekker. Komt er lekker wat, jongens. Dus, ja, ik heb even boter. Misschien had daar niet de boter op gemoeten, maar fijn. Doe het ook maar even, hè. Dus,
La 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 la. Zo, dit, ja, dit wordt een beetje een vreemde tosti van ons maken, maar fijn. We zullen zien. Tosti wat uit het afval. Is voor de tooi. Dus, ik ben lekker tosti, maar ja, ik vind het een beetje mislukken. Maar fijn, ik hoop dat toch dat het goed komt met de tosti. Dus lekker in de tosti hier. Dus ook er ook lekker te eten is. Dus kwart over die zo ongeveer klaar. Ja, sorry, mijn maat heeft wat problemen met de YouTube. Dus kan ook gebeuren, hè. Maar mijn YouTube verhaal is goed, dus. Dus, ja, lekker. De tosti. De tosti is wat lekker, jongen. De tosti. Wat een lekkere tosti. Dat gaat zeker wel goed met de tosti hier. Ik hoop wel dat het goed gaat. Mislukte tosti, jongens. Wat mislukte tosti. Maar fijn. Ik hoop dat het aan mijn binnen kan gaan. Dan werken. Verwerken dus. Ja, een beetje mislukte tosti. Sorry, maar volgende keer komt het goed. Beter tosti. Anders ja, niet genoeg brood voor morgen. Om nog een keer te doen. Moet ik weer naar de winkels. Dus ja, de tosti een beetje mislukt. Maar fijn, dat kan ook gebeuren met mij. Maar volgende keer gaat het wel beter dus. Ik zei ook, ik heb niet zoveel brood. Ja, dan moet ik weer naar de winkel. En, ja, we gaan ook nog een dingen doen hier. Dus, maar fijn. Komt dit goed? Ja, jullie zien het al, ik heb het hier staan. Maar fijn. En ook een zacht pitje. Ik hoop dat het, ja, het wordt een beetje het is een beetje een mislukking, jongens. Maar ik zei al, ik heb niet genoeg brood. Dan moet ik weer naar de winkel. En ik, ja, moet vanavond ook weer andere dingen doen. Dus. Maar fijn, ik hoop dat het de volgende keer echt beter gaat. Er komen nog meer dit soort kookbloks met tosti's, maar ja, een beetje mislukt. Maar fijn, ik hoop dat het de volgende keer toch beter gaat, Simon. Maar ik heb toch even geprobeerd een tosti te maken. En ik hoop dat het ja, wel tevreden is. En ja, de volgende keer gaat het steeds beter. Gaat ook beter dan pannenkoek ook. Gaat ook iets beter, maar daar wil ik ook meer mee oefenen. Maar fijn, ja, deze tosti is een beetje een mislukt, jongens. Dat zien jullie ook wel. Het is een beetje een mislukte tosti hier. Dus dat is. Maar van week kom ik ook weer met de recepten, denk ik. Goed, doe het wel even. Dus. Ja, ik heb geen probleem met YouTube. Maar had een probleem met YouTube. Maar. Ik heb tegenstelling, ja. Het is niet. Ja, soms zie je wel wat storingen. Maar ik heb er nu geen last van. Dat is een mooie foto van mij op Instagram. Kijk eens. Knappe kerel, hé. Wat een knappe kerel. Maar fijn, we zijn met tosti bezig, niet met knappe kerels. Ik heb liever een knap meisje, een knappe vrouw. Maar fijn, de tosti. Wist het mislukt. Misschien wat iets met de boter of zo. Fijn, ik kan er ook even niks aan doen. Maar fijn, ik hoop dat het wel beter in de toekomst. De tosti is wel klaar. Dus ik hoop dat dat eten is. Het is een beetje mislukt. Maar fijn. Dat kan ook gebeuren met mij hier. Oeh, wat was dat? Ja, dit gaat, ja, dit gaat, hier. Nog iets. Nou ja, dat ziet er, ja, wat ziet het eruit? Ja. Ik had het beter verwacht, maar fijn, ik zei het al, hè, dat is een beetje mislukt.
Volgende keer gaat het beter, jongens. Volgende keer gaat het stukken beter. Ik hoop dat dan is. Simon, ik heb toch één geprobeerd, jongen. Ik heb toch één geprobeerd. Maar ik probeer het nog opnieuw te doen. Dan heb ik weer brood kwijt. En ik heb niet zoveel brood. Anders moet ik weer naar de winkel. En ja, vanavond nog wat dingen te doen hier. Dus daarom, de volgende keer gaat het beter worden, jongens. Met de tosti. De volgende keer gaat het beter worden met de tosti. Heel lekker. Tosti lekker, jongens. Lekker. Wel lekker, jongens, nou. Kijk, ja. Ziet er niet naar uit, maar... Het is een tosti, jongens. Het is een tosti. Alleen wat mislukt. Okay. Lekker in ieder geval. Ik hoop dat het gewoon een keer beter gaat. Zeg, doe een blauwduimpje omhoog. Doe een blauwduimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal voor meer leuke video's. En volg mij op Instagram, Facebook en Twitter. En graag tot de volgende keer bij een nieuwe kookblog van mij. Volgende week zal weer een recept komen, denk ik. En volgende keer ook dat de volgende keer de tosti's beter worden. Dus Simon, ik heb toch een geprobeerd. In ieder geval, zeg hem tot de volgende keer. Doei.